Goedendag. Dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal van het Ministerie van Volksgezondheid. Via het Wereldwijde COVAX Facility Fonds weet Suriname zich verzekerd van een hoeveelheid COVID-19 vaccins, zo gauw die goedgekeurd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Suriname heeft voor 3,25 miljoen US dollar geïnvesteerd in een veilig en betaalbaar vaccin tegen het gevreesde longvirus. Deze mededeling deed crisismanager maarten Eersel van het COVID-19 Outbreak Management Team tegenover de media. In het volgende COVID-19 journaal komen wij hier uitgebreid op terug. Eerder hadden wij bericht over onregelmatigheden bij de quarantaineplicht. Die geldt voor binnenkomende reizigers uit Nederland. Er doen zich situaties voor die niet alleen bezorgdheid opwekken bij onze gezondheidsautoriteiten. De roep om beperking van vluchten uit dit hoogrisicoland wordt luider en luider na onbetamelijke posts via social media. Er is ook aangegeven dat we, moeten, we geen uh, uh, testresultaten van de GGD accepteren. Zelf heeft aangegeven dat ze geen reizigers testen. Dus ik kan me niet voorstellen hoe sommige mensen, sommige personen met een testresultaat van de GGD komen waarom niet in staat dat het een PCR test is. Dus de personen die gaan afreizen met een GGD testresultaat, ze gaan bij het inchecken niet toegelaten worden. Want als de GGD zelf zegt ze, testen geen race, ze doen geen reizigers testen, ze testen alleen personen met klachten. En hoe kunnen deze mensen een GGD-testresultaat hebben? En vandaar dat we praten dat er bepaalde testresultaten hoogstwaarschijnlijk vervalt zijn. Dus uh, als we kijken naar onze cijfers, we zien dat het uh, terug is gegaan. We hebben sporadische cases, enkele cases elke dag. Uh, dat we de tweede golf gaan krijgen, dat moeten we weten, want COVID is er. COVID is, gaat nog niet weg. Zo so, om ons heen kijken, al die landen hebben een tweede golf gehad. Wij gaan ook niet bespaard blijven daarvan. Zolang we geen vaccin hebben, moeten we nog steeds ons houden aan de COVID-regels. Uh, wat we hebben gemerkt, dat vooral uh, met de reizigers, we hebben veel te maken, hebben eigenlijk de meeste reizigers komen uit hoogrisicolanden, landen Brazilië, uh, Miami en vooral Nederland. Er komen veel reizigers uit Nederland. Dus, uh, volgens de banden die we hebben met Nederland. En uh, het is gebleken dat een heleboel van die mensen zich niet houden. Je ziet op Facebook dat iemand demonstratief zijn of haar bandje knipt. En je hebt anderen die house parties. Mensen hebben parties achter gesloten deuren. En dan zie je heel veel mensen met die bandjes daar komen dansen. Wat ik niet begrijp en wat ik me niet kan voorstellen. Dat de andere mensen die daar zijn. De andere Surinamers die daar zijn. Niet begrijpen is een gesloten ruimte. Dicht bij elkaar. Wordt gedanst, wordt gefeest, wordt geschreeuwd. Dat die persoon die daar danst. Of met, met, met wie ze bezig zijn te chillen. Een hoog -risico persoon is voor hen om besmet te raken. Want ze komen uit een hoog risicoland. Maar het lijkt alsof iedereen denkt: het gaat niet meer gebeuren. Je weet toch, zolang iets een beetje ver van je deur lijkt, dan ach man, aan je deur niet. Maar we hebben veel, veel, veel werk te doen met de mensen uit vooral Nederland. Uh, de andere, die van Miami, Belem, niet zoveel. Omdat er heel weinig mensen vandaan maar uit Nederland hebben we altijd problemen. De mensen geven hun juiste telefoonnummers op. We kunnen ze niet allemaal bellen. We hebben uitgerekend dat ongeveer 30% alleen kunnen bellen. Als je ze belt, is het ook niet mooi om te horen wat ze aan je zeggen. Uh, ze houden zich niet aan de regels. Je ziet ze met bandjes, ze knippen bandjes. Dus we zijn bezig met een ander plan. We, gaan die mensen, we zijn bezig om die mensen ergens gaan op te vangen. De mensen die zich niet gaan houden. En dan gaan, mensen, dan gaan ze klagen dat we... Uh, verkeerd bezig zijn, dat we niet uh, onmenselijk bezig zijn, we moeten de andere mensen beschermen. Je, ze komen naar Suriname op basis van een toestemming. Daarin wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waarin je komt. Maar het heeft er veel van, zodra ze voet zetten op zanderij, vergeten ze alles. Je komt naar binnen onder bepaalde voorwaarden. is niet dat iedereen vrij mag komen. Maar als ze hier zijn, dan het ze willen geen security, dan willen ze niet thuis blijven. Dan vinden ze dat ze na, na, na twee dagen eruit moeten. Er is een heleboel te doen. En uh, we moeten kijken, we, uh, we hebben nog geen sancties, maar we gaan met sancties komen. En dan moet men niet gaan klagen dat we met sancties komen, maar we gaan met sancties komen. Je een bandje knippen? Goed, we gaan, we gaan je komen halen. Het beste deel van ons lot hebben we voor een groot deel zelf in handen. Door ons stipt en zonder uitzondering aan de COVID-19 regels te houden. Tot de komst van een vaccin, naar verwachting is dat op zijn vroegst begin volgend jaar, hebben wij volgens infectioloog Steven Vrede slechts die ene belangrijke keus. Jongens, het gaat goed, maar er hoeft maar weinig mis te gaan. En het is weer een totale ramp in dit land. En dat, 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 dat moeten mensen gewoon weten. En daar, ik bedoel, Het is goed om het te herhalen, maar het, je kunt niet zeggen van ja, ik wist het niet meer. Want we wisten het wel. Iedereen weet het. Er zijn meerdere snel. De sneltesten, het dat zijn uh, uh, antibodytesten. Dat zijn geen sneltesten waar je iets aan hebt voor het diagnosticeren van uh, COVID. Want dat zijn antistoftesten. Die testen zijn pas positief twee weken nadat je COVID hebt gehad. Het is heel belangrijk dat mensen het onderscheid weten tussen een antistof- en een antigentest. test Een antistoftest is leuk. ...om te kijken van wie heeft allemaal COVID gehad twee weken geleden. Maar ze, zijn, ze hebben geen enkele waarde om te kijken wie heeft er nu COVID. Er zijn door de PAHO een aantal uh, testkits en ook een testapparaten geschonken aan Paramaribo. Die zijn, dacht ik, gisteren overgedragen aan het BOG. Dat zijn antigeentesten. En dat zijn testen die je kunt gebruiken om te weten of iemand op dit moment COVID heeft. Maar... Die testen zijn niet geschikt voor screening. Zo van u bent, u heeft geen klachten. En dan zou u zeggen: van, Nou, maar misschien heb ik het toch, kom even bij me testen. Daar heeft het geen zin want daarvoor is hij niet gevoelig genoeg. Maar die testen werken vooral goed bij mensen die klachten hebben, waarvan je denkt: Hé, hey, dit zou best wel COVID kunnen zijn. Je doet een test en dan heb je binnen 10, 20 minuten heb je een uitslag. Met name als die persoon COVID heeft. Is het makkelijk, want nu duurt het toch nog een halve dag, een dag, en als je in het binnenland woont, misschien twee tot drie dagen, voordat je op bestemde plaatsen bent wanneer je COVID hebt. Terwijl met die test kan je binnen twintig minuten weten, jij hebt het, dus ik moet je isoleren. Dus die testen hebben een zekere waarde, althans ik heb het nu over de testen van de PAHO, uh, die hebben een zekere waarde uh, om mensen die klachten hebben te uh, identificeren. ...en ze naar bestemde plekken te vervoeren. Maar voor reizigers zijn die testen helemaal niet geschikt. Ik weet dat uh, als er vaccins beschikbaar zijn... ...dat de, de, de overheid heeft eigenlijk al de, de beslissing genomen... ...dat wij heel graag en zo snel mogelijk de Surinaamse bevolking willen beschermen met een vaccin. En dat is niet alleen de Surinaamse bevolking. Ik denk dat iedereen staat te springen. Maar er zijn stappen ondernomen waardoor wij wellicht uh, snel... Aan een effectief vaccin zullen komen wanneer het uh, uh, available is. En uh, ja, dat opent perspectief naar een weer, laten we zeggen, semi-normaal uh, bestaan. Dus uh, we kijken daar heel erg naar uit, maar als die testen zeg maar in december beschikbaar komen, dan moeten we niet verwachten dat ze in december in Suriname zijn. Dan betekent het nog een aantal maanden. En ik zeg altijd: van laten we. Die enkele maanden die nog ons resten, laten we ons inhouden. Laten we niet onnodig mensen laten doodgaan in afwachting van een vaccin. Laten we gewoon even zeggen: van jongens, uh, wij gaan op onze manier, de succesvolle manier, die we eigenlijk het afgelopen half jaar uh, hebben uh, gedemonstreerd. Op die manier gaan wij COVID in toom houden en zorgen dat de sterfte in dit land uh, heel erg beperkt blijft. En dat we qua uh, ziekenhuiszorg de gevallen die er toch wel zullen zijn, want onze grenzen zijn natuurlijk niet waterdicht, uh, dat we die gevallen kunnen accommoderen zonder dat de gewone zorg in de ziekenhuizen helemaal uh, verdrongen wordt. Voor wat betreft de naleving van de geldende COVID-19 protocollen en de lockdown blijft het quick response team op scherp. In de middaguren hebben we ook aangetroffen dat uh, bij de wakapassie, de zogenaamde wakapassie, er een enorme drukte heerst. We praten met de mensen, we proberen ze overtuigen wat de maatregelen zijn en welke acties ze moeten ondernemen om zichzelf te beschermen. Ik vraag van hieruit ook aan de gemeenschap, als u om wakapassie gaat, houdt u rekening mee dat de COVID-19 maatregelen in acht worden genomen. Verder hebben wij ook opgemerkt dat na de 10 uur, de lockdown, heel wat automobilisten nog op straat zijn. Wij van de politie, bij het betrappen dat u na de lockdown nog op straat bent, gaan we meenemen naar de politieacademie. En dan gaan we de nodige maatregelen treffen. Dus mijn mensen, blijft u thuis na de lockdown en houdt u de regels in acht. Er zijn ook enkele vergunningen afgegeven door de DC. Van Noordoost en daarin zijn de COVID-19 maatregelen duidelijk aangegeven. Er mogen niet meer dan 50 personen ter plaatse aanwezig zijn. De politie, het Quick Response Team, heeft het zorg dat er constante surveillance in deze gebied gepleegd wordt en ook dat de vergunningsvoorwaarden nageleefd worden bij deze activiteiten mocht het zijn als de politie langskomt en u wijst dat u een vergunning hebt gehad van de DC en u houdt zich niet aan de regels, de voorwaarden die zijn opgenomen in de vergunningen, mag u weten dat de politie zulke activiteiten terstond gaat stoppen. En dan zijn wij gekomen aan het eind van dit COVID-19 journaal. Woensdag is de volgende uitzending. Vergeet niet AUB. Wij we hebben als totale samenleving een belangrijke taak, en die is om ons te houden aan de COVID-19-regels. Tot een volgende keer.